en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een super leuk nieuw oogschaduwpaletje. En dat is het nieuwe Mardi Gras paletje van W7. Toen ik dit paletje van W7 zag online, ik dacht echt, ik moet deze hebben. En toen heb ik hem ontvangen in een PR-pakketje die ik heb gekregen van W7. Dit paletje is een regelrechte dupe van het Be Perfect Carnival 3 Love Tahiti paletje. Letterlijk een regelrechte dupe, maar voor de helft van de prijs. W7 staat er ook echt bekend om dupes te maken van andere merken. Ze apen ze gewoon echt letterlijk na. En dit is ook weer zo'n paletje. Ik moet zeggen dat ik het niet echt goed kan. Dat je echt gewoon letterlijk precies een ander merk namaakt. Maar aan de andere kant heb ik ook weer iets van, ja, maar die merken zijn heel erg duur. Niet iedereen kan dat betalen. En op deze manier kan iedereen zo'n soort paletje krijgen voor wat minder geld. Ik heb in het verleden super vaak W7 producten getest. Ik moet zeggen dat qua oogschaduw ze het niet altijd het beste doen. Dus ik hoop gewoon dat de kwaliteit van dit paletje beter gaat zijn dan dat ik gewend ben van hun. Want het paletje ziet er echt fantastisch uit. Zoals ik al net zei, heb ik dus gisteren een heel PR-pakket van hun gehad. Ik heb dus ook andere producten van hun gehad. En ik heb hier dus ook wat andere spulletjes die ik ook vandaag gelijk wil testen. Maar het gaat vandaag vooral om dit paletje. Ik ben echt super benieuwd. Dus we gaan vandaag met z'n allen kijken wat we hiervan vinden. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, zoals je kunt zien. Want het gaat vandaag echt om de ogen. Dit is dus het paletje waar we het vandaag over gaan hebben. Dit is het W7 Cosmetica Mardi Gras Pressed Pigment Palette. De verpakking is echt super kleurrijk. Er staat hier ook Express Yourself. En ik denk dat dat zeker gaat kunnen. Want als je de inhoud ziet van dit paletje. Wauw. Kijk even hoeveel kleuren hierin zitten. En hoe kleurrijk. Je hebt matte kleuren, glanzende kleurtjes. Je hebt ook een hele grote spiegel. Het ziet er allemaal echt fantastisch uit. De kwaliteit van het paletje voelt ook echt best wel gewoon goed aan. De meeste paletjes van W7 voelen iets minder goed aan. Dus ik merk al wel gelijk dat ze iets meer energie hebben besteed aan dit paletje. Dus ik hoop ook echt dat de kwaliteit goed gaat zijn. Ik ga ook even een paar kleuren swatchen. Ik ben normaal niet echt van het swatchen, want ik vind onzin. Wat heb je aan swatches? Je moet het gewoon gelijk op de ogen zien. Maar ik wil toch een beetje eventjes voelen hoe alles een beetje aanvoelt. Nou, dit zijn eventjes wat kleuren op mijn vingers. Er komt echt heel veel pigment vanaf, maar het is wel een beetje poederig. Vooral deze groene hier in het midden is een klein beetje poederig. Dit zijn dan de kleuren geswatcht op mijn hand. Het is allemaal echt best wel poederig, jongens. Ik hoop gewoon dat het echt beter gaat aanbrengen dan dat het nou overkomt op de swatches. Online staat dat dit 40 pressed pigments zijn, dat het super gepigmenteerd is, matte en shimmer finishes, ultra blendable, mooi verpakt, plus een spiegel, vrij van parabenen, cruelty free en vegan. Nou, dat het cruelty free en vegan is, is ook weer echt toppie. 40 kleuren is wel echt een hoop. De swatches waren niet zo denderend. Maar jongens, als je zo hier naar kijkt, echt, dit is toch gewoon echt wauwie. Ik hoop gewoon zo erg dat het gewoon goed gaat werken. Want het ziet er allemaal zo prachtig uit. En het zijn pressed pigments. Dus die hebben vaak heel veel pigment. Want het zijn letterlijk gepreste pigmenten. Dus ja, ik denk dat we gewoon maar moeten gaan beginnen aan dit paletje. Ik denk dat ik vandaag 2 looks ga maken. Omdat het echt heel veel kleuren zijn. En ik gewoon zoveel kleuren wil gebruiken van dit paletje als kan. Ik maak gewoon 1 look hier en 1 look hier. Dus dat gaan we doen. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn lekker ingezoomd. Lekker dicht op elkaar. Ik heb mijn ogen al geruimd met concealer. Dus die stap kunnen we vandaag weer overslaan. Even denken. Ik denk dat ik hier ga voor een beetje een groenige look of zo. En dan hier een beetje voor een meer warme paars-rode look of zo. Ja, dat ga ik doen. Ik ga beginnen met dit rechteroog. Of ja, links voor jullie. Ik ga beginnen met deze lichte roze matte kleur Identity. Die breng ik aan met deze Zoeva 228 Fluffy Quals. Deze kleur gaat in mijn hele arcadeboog. Een hele mooie, beetje pastelachtige roze kleur. Vinden jullie het fijn om vaker van dit soort in-depth video's te zien over echt slechts 1 product? Meestal maak ik echt alleen maar video's over echt hele collecties. Nooit echt over slechts 1 paletje of zo. Maar dit paletje vond ik zo leuk dat ik gewoon dacht, ik maak er gewoon echt een hele video over. Let me know of dat je dit soort video's leuk vindt, want dan ga ik dat vaker doen. En als je iets weet wat je graag wilt zien, let me know. Dan wil ik ingaan met de kleur hier, die heet Beats. Ook die kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die lichtroze kleur.
Dan ga ik in met deze hele donkere paarse matte kleur. Die heet Van Dijk of zoiets. Ik weet allemaal niet hoe je allemaal deze gekke kleurnamen uitspreekt. Deze kleur breng ik aan met een platte fluffy kwast. Boozie Shop UP24 kwast. En die kleur breng ik aan vooral in de buitenste hoek. Nou jongens, dit gaat allemaal echt een stuk beter dan verwacht. Kijk hoe mooi alles in elkaar inblendt, hoe gepigmenteerd het is. I love it. Dan pak ik weer die ronde kwast van net. Ik pak geen oogschaduw er meer mee op. Gewoon met wat er nog een beetje zo op de kwast zit, ga ik een beetje zo over de rand van die paarse kleur om het mooi in te blenden met die roze kleurtjes. Wauw, dit ziet er echt prachtig uit. Ook zo close-up. Het is echt fantastisch. Het blendt echt heel mooi in. Ik had het zo niet verwacht toen ik die swatches aanbracht en het zo poederig was. Ik dacht echt, dit wordt weer helemaal niks. Maar dit is echt prachtig. Dan ga ik die kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik breng ook dit paars oogpot een loodje aan van NYX Cosmetics in de kleur Fierce Purple. Oké, dan ga ik nou een halve cut crease maken. Dat doe ik met mijn e.l.f. concealer in de kleur Medium Sand. En deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Dan pak ik deze roze glanzende kleur hier, die heet Volto. Ik maak mijn kwast ook nat met fixing spray, want dan brengt de kleur wat heftiger aan. De kwast die ik gebruik is Boozie Shop UP03, is een platte kwast. En die glanzende kleur breng ik dan aan hier zo, vooral in de binnenste ooghoek. En dan wil ik ingaan met de glanzende kleur hier, die heet een mask. En die breng ik zo ernaast aan. Deze is wel super korrelig, oh my god. Nou, ik had het echt wel een beetje heftiger verwacht. Ik ga even een beetje met mijn vinger aanbrengen, want als ik het zo met mijn vinger oppak, is het wel wat heftiger ofzo. Ja, met je vinger brengt het echt veel heftiger aan. En dan breng ik weer een klein beetje aan van die donkere paarse kleur van Dijk. En die blend ik dan weer een beetje hierin met die glanzende kleur. Nou, het ging allemaal echt top met de matte kleuren, maar deze glanzende kleuren. Normaal is het juist andersom. Normaal werken de glanzende kleuren beter dan de matte kleuren. Maar ik weet niet, hier is het een beetje andersom. Deze glanzende kleuren zijn een beetje korrelig en niet zo heftig als dat ik ze echt wil hebben eigenlijk. Dan ga ik in met de lichte gouden kleur hier. Die heet Tahitian Pearl. En die wil ik zo aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Om het een beetje te verlichten. Oké, jongens, dit is dan de uiteindelijke look. Wat vinden we ervan? Het is wel echt heel mooi. Ik ben vooral echt onder de indruk van die matte kleuren. Maar die glanzende kleuren kosten me een beetje moeite. Maar goed, uiteindelijk vind ik die ook wel gewoon mooi. Al had ik wel iets meer glans gewild. Dan ga ik nou eventjes stoppen met dit oog en beginnen aan het andere oog. En deze look wordt een beetje groenig. Ik ga beginnen met deze super, super felle groene kleur. Die heet Acid. Ook weer met mijn Zoebeva 228 Fluffy Quast ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Deze kleur is zo poederig, jongens. Is echt niet te doen. Kijk even die kleur hier in dit paletje. Super poederig. Dat is toch niet normaal? Ik denk dat het voor hun een beetje moeilijk was om zo'n felle soort van neongroene kleur te maken. Dat is ook niet echt een makkelijke kleur om te maken. Maar ja, als het je niet lukt en het zo poederig wordt, maak het dan gewoon niet. Het gaat echt overal heen. Oh my god. Oké, ik denk dat ik gewoon even ga stoppen met die kleur. Want het wordt een beetje een bende. Het blijft helemaal niet op zijn plek zitten. Het vliegt een beetje overal heen. Dan wil ik ingaan met deze groene kleur hier. Die heet Emerald. Ook die kleur gaat weer in de arcadeboog. En dan ga ik in met deze groene kleur hier. Die heet Shamrock. En ook die kleur wil ik in de arcadeboog aanbrengen om het iets donkerder te maken. Dan ga ik in met de donkere groene matte kleur Envy. Die kleur breng ik weer aan met mijn platte fluffy kwast. En die kleur gaat vooral in de buitenste hoek. En dan pak ik weer die fluffy kwast en dan ga ik zo over de randen om het extra te blenden. Ik heb geen producten meer mee opgepakt. Dan ook weer een groen oogpot, een loodje van NYX in mijn waterlijn. Dit is in de kleur Emerald Cut. En dan ga ik al deze matte groene kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan ook weer bij dit oog een halve cut crease. Dan pak ik deze groene glanzende kleur, die heet 16. Ook nu maak ik mijn kwast weer nat met fixing spray. En die kleur breng ik aan over de hele cut crease.
Nou, deze kleur is ook echt magertjes. Kijk even dit, jongens. Er komt amper glans van af. Dit is ook een beetje een andere soort formule. De kleuren die ik hier heb opgedaan zijn best wel een beetje soort van metallic-achtig of zo. En dit is meer een normale glanzende kleur. Maar kom op zeg, er is echt bijna geen glans. Wat is dit? Dan pak ik weer die donkerste groene kleur Envy. En dan ga ik die weer hier inblenden met die glanzende kleur. En als laatste pak ik ook weer deze gouden glanzende kleur. En die breng ik ook hier aan in de binnenste ooghoek. Oké, jongens, dit is dan de tweede look, de groene look. Ik vind hem heel erg mooi. Deze look was wel iets moeilijker dan de paarse look. De matte kleuren waren iets moeilijker om te blenden. Maar na een tijdje geblend is het me toch wel gewoon gelukt. De glanzende kleuren, ja, het brengt wel wat kleur aan. Maar niet echt heel veel glitter of glans of zo. Dus dat vind ik wel een klein beetje jammer. Al met al is het na wat moeite toch wel een mooie look geworden. En dit zijn dan de twee uiteindelijke looks. Oké, dan gaan we even de ooglooks afmaken. Ook nieuw heb ik hier nieuwe eyeliner van hun. Dit is de W7 Cosmetica Flick & Grip Eyeliner Pen. Dit is dus een nieuwe zwarte eyeliner pen. We hebben trouwens gewoon een Nederlandse W7 website. W7cosmetica.nl. Dus daar is het hele assortiment. Maar een deel van het assortiment wordt ook verkocht bij een Boozy Shop. En daar heb je ook gewoon dit grote paletje. Dit is hoe de pen eruit ziet. Gewoon een mooie zwarte verpakking met roze letters. Ik vind het er echt heel cute uitzien. De punt is ziet er een beetje kort uit. Ik hoop dat die niet te kort gaat zijn, but we will see. Ik ga hiermee niet een hele wing maken, maar gewoon een zwarte lijn over mijn wimperrand. Oké, deze pen was niet zo fijn. Hij brengt een beetje stroefjes aan. Ik heb ook een nieuwe mascara gekregen van hun. Dit is de W7 Cosmetica Lash Flow Mascara. Ook weer een cute zwart met roze, een beetje ombre verpakking. Het borsteltje ziet er echt super apart uit. Het is zeg maar zo platachtig. En er zitten allemaal van die fibertjes op. Dat hoort normaliter je wimpers wat langer te maken. Maar ik vind dat nooit zo fijn, want ze gaan allemaal in mijn ogen en zo. Maar ik hoop dat dat nu niet gaat gebeuren. Oh mijn god, de hele eyeliner is er gewoon afgegaan door de wimperkrullen. Zien we dit? Die ga ik even opnieuw aanbrengen. Ik ga stuk. Dat gebeurt mij echt nooit. Oké, jongens, deze mascara doet echt helemaal niks. Hij is ook echt zo super droog en hij pakt je wimpers echt helemaal niet goed vast. Deze vind ik ook niet zo fijn. Oké, en wat mij dus heel enthousiast maakte toen ik het PR-pakketje gisteren openmaakte. En dat is dat ik een heleboel nep wimpers heb gehad. Die er ook echt daadwerkelijk goed uitzien. En een van de wimpers is deze. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Vooral met zo'n heftige look als die ik vandaag heb gemaakt. Dit is de W7 Cosmetica 3D Faux Mink Lashes in de stijl Shots Fired. Meestal heeft W7 echt de meest crappy wimpers ever. Merken als W7, Essence, Catrice en dat soort hele goedkope merken hebben altijd hele slechte nep wimpers. Heel plasticachtig. Maar deze wimpers zagen er allemaal echt best wel goed uit. Vooral deze die ik nou vast heb. Dus ik ben benieuwd. Ik ga deze opdoen en ik hoop dat die gewoon heel mooi gaat staan. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, dit zijn beide ook looks afgemaakt met de wimpers en al. Ik vind de wimpers echt fantastisch. Ze zijn echt lekker heftig. Lekker dramatisch. I'm totally here for it. Ik vind het echt heel erg mooi. Welke look vinden jullie het mooiste? De groene look of de paarse look? Ik vind ze allebei mooi. Ik denk toch dat ik iets meer neig naar de paarse look. Omdat die qua glanzende kleuren iets heftiger is. En dat het mij meer aantrekt. Maar de groene kant vind ik ook wel gewoon leuk. Oké, mijn hele make-up look is dan nou helemaal klaar. Behalve de lippen. Ik ga de lippen gewoon nude houden. Ik ga in met mijn MAC Lip Pot een loodje in de kleur Sour. En een matte liquid lipstick van Kylie Cosmetics. Cosmetics in de kleur Candy K. Ik wil het nog iets lichter hebben in het midden. Dus ik ga ook nog in met deze matte liquid lipstick van Makeup Revolution in de kleur Piece of Cake. En die doe ik gewoon een klein beetje in het midden alleen. En dan nog wat fixing spray. Ik ga voor mijn Benefit Professional Setting Spray en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was me weer een avontuurtje. Dit zijn echt twee hele leuke looks. Ik vind het paarse en het groene echt allebei super mooi. Dit zijn allebei looks die ik gewoon oprecht zou dragen. Ik vind het echt heel erg mooi. Wat vinden we van het paletje? Het is een beetje een moi. Ik moet wel zeggen, ik hou ook een beetje rekening met de lage prijs. 20 euro voor 40 kleuren is echt een lage prijs. Ik persoonlijk, maar dat
is gewoon hoe ik ben. Zou liever 20 euro meer betalen. Dus 40 euro voor het Be Perfect paletje. Van gewoon echt goede kwaliteit. Dan 20 euro voor dit paletje. Maar wel moet ik zeggen, als je een beginner bent, dan is zo'n paletje echt ideaal voor jou. Om gewoon lekker mee te spelen. Lekker te oefenen met kleuren. En dat soort dingen. Want uiteindelijk kun je echt wel gewoon een mooie look maken. Zoals je kunt zien. De looks zijn echt best wel mooi geworden. De matte kleuren hier. Daarvan ben ik ook echt onder de indruk. Dus ik vind het niet absoluut een slecht paletje. Maar ook niet het beste paletje. Het is een beetje een moi. Voor de prijzen is het allemaal wel een beetje oké. Maar het had echt wel een stuk beter gekund. Maar nogmaals, voor een beginneling zou ik hem echt zeker wel aanraden. Om lekker gewoon ja, een beetje te oefenen met kleurtjes en dat soort dingen. Dus ja, al met al is dit niet echt het beste paletje. Maar ik heb er wel uiteindelijk een leuke look mee kunnen maken. Dus daar ben ik wel blij mee. Laat me weten wat jij ervan vindt beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Beneden in de beschrijving plaats ik ook allemaal wat ik vandaag heb gebruikt. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van deze review. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!